Nou, goedemiddag allemaal, daar ben ik weer. We hebben lekker uitgeslapen met z'n allen. En Bart is toen heerlijk naar de bakker. Is hij met Daan op de fiets kerstbrood wezen halen. En het is heerlijk weer, zoals jullie zien. Het zonnetje schijnt, een beetje bewolking. Het is geen 30 graden, maar zo, ja, ik vind het echt perfect. Voor mij hoeft het ook geen 30 graden te zijn, veel te heet. Dus ik heb vast mijn bikini aangetrokken, want ja, om 2 uur krijgen we surfles. Dus ik ben erg benieuwd. Die is nog in zo'n supersonische pak hijsen. Kijken of ze mijn maat hebben. Nee, het zal toch wel. Het valt wel mee met mijn figuur. Hè. En ik hoop dat ik een vlogje kan maken dan over het surfen. Of tijdens het surfen eigenlijk. Nou, dat zal niet meevallen. Ik kan hem natuurlijk niet meenemen met mijn bord op. Ik denk niet eens dat ik erop kan blijven staan. Dus, maar goed, het gaat met plezier, zullen we maar zeggen. Kinderen zijn weer aan tafel tennissen. Nou, dat is helemaal hot. Superleuk. Dus, oh, dat was het. Ze beginnen nu met kleren. Hoe ouder ze worden, hè, dan denk je dat het gaat wel over. Als ze 17 zijn, maar bij die van mij nog niet, helaas. Schatje hoor. Ik spreek jullie later weer, hè. Groetjes vanuit het zonnige Bretagne. Dag dames en heren, het gaat gebeuren. We staan hier voor het surfschool. We gaan even zo'n fantastisch leuk wetsuitje passen. Ik ben erg benieuwd. Oh kijk, dat is mijn eigen surfboard. Excuseer me. Gaat helemaal goed komen. Kijk ze leuk. Wat een spullen hier. Tadaa. Pardon, mademoiselle. Ik ga even kijken of ze mijn maat hebben. Ik ga de surfschool. Moet even plassen. Kijk, hier, dit is het toilet. Ik moet over de dozen heen klimmen. Echt heel grappig. En, om door te trekken zit een lepeltje in. Ga je het even zien? Kijk. Echt geweldig dit. We zijn net in de surfshop geweest. En we hebben allemaal ons mooie, kijk, wetsuit aangetrokken. Man. Dat is toch wel een dingetje. Oh, ik had het geluk dat ik het goede maat. XL, dat zei ik tegen die broer, maar grote maten. Maar voordat iedereen een goede maat had, dat duurde wel even. Water, gehijs en geschok. Kan je wel een uur vooruit trekken om even je wetsuit aan te trekken. Dat je gaat surfen. Het is allemaal gelukt. Kijk, ja, ik heb even mijn t-shirt aan. Maar straks gaat het gebeuren. Dan gaan we het gewicht al met de zee. Ik ben erg benieuwd. We gaan zo vertrekken. Ik ben erg benieuwd voor onze knappe surfleraar. Dat is voor mij een reden om te kijken van ga ik vaak deze week. Nee hoor, ik heb mijn eigen surfboard. Ik spreek jullie later weer. Ik ben erg benieuwd. Het staat wel een lekker windje. Dus de golven zullen wel hoog zijn. We moeten de bus volgen. Kijk, hij is een beetje brand, terwijl hij zich ingesmeerd heeft. Maar ik heb nergens last van. He? Kijk, hij glimt helemaal. Kijk, glimworm. Nou, dan gaan we lekker spelen. Kijk, mijn surfboard, hè? Zo stoer als die is. Hè? Kijk eens even. Nou, gaan we lekker de zee in. Kijk, ik ga even draaien. Nou, hoop ik nog dat jullie wat zien, want het zit wel met de zon een beetje tegenlicht. Krijgen we nu. Maar kijk, oh. De zee. Kijk, en rennen. Dat is mijn schat. Kinderen zijn even aan het onze eigen bodyboard aan het surfen. Nou,
heerlijk. En want we hebben de les inmiddels gehad. Nou, en aan het einde van de les moest je gaan staan op dat boord. Ik zeg, nou, dat heb ik even overgeslagen. Ik zeg, ik blijf wel lekker liggen. Het gaat nog net, want de zee is echt super sterk. Wel heel leuk. Het is nu blauwe vlag. Ik denk dat het in Nederland zou het al rode vlag zijn met deze stroming. Je voelt echt de stroming onder je benen doorkomen en je af en toe omver vertrekken. Maar het is echt prachtig hier. Serieus. Even een kijk. Grote stranden. Echt brede stranden. Niks geen hutje-mutje liggen zoals we in Barcelona deden. Maar ja, dat was ook allemaal opgespoten strand daar. En ja, moet ik nog zeggen, het is gewoon geweldig. Ik ga even mooie foto's maken van mijn kinderen. En spreek jullie later weer. Oh kijk, daar loopt de lifeguard. Het is dus hier verplicht. Kijk, de kinderen die pakken, dat zijn onze kinderen van Bart en mij. Maar het is dus verplicht. Kijk daar. Dat ze tussen de twee blauwe vlaggen gaan surfboarden. Dus kijk, hier heb je een vlag. En daar heb je een vlag. En daar zit iemand alles goed in de gaten te houden. Zo gevaarlijk is de zee. Nou, daar ben ik al blij mee, want ik denk, ik heb geen seconde rust. Maar ze worden nu allemaal teruggestuurd. Kijk of ze ook luisteren. Dat is nog een dingetje. Oh, nou, ze blijven nog hier. Ik weet niet of dat mag. Spannend. Kijk eens even. Sportief, hè? Ziet dat eruit. Ik heb ook zo'n leuk pak aan. Nou, dat scheelt wel, hoor. Want dan is het echt niet meer koud. Ga je heerlijk. Ik heb het aangehouden nu. Ik ga de zee niet meer in, maar de kinderen wilden nog heel graag even lekker op het surfboard. Kijk, er staat een schatje. Even kijken of hij er wat van kan. Nou, laat eens even wat zien. Staan kan ik ook, hè? Ik ben benieuwd. Nee, hij stuurt de kinderen even terug. Oh, nou duurt. Ze luisteren niet zo goed. Even kijken. Oh ja, nu gaat het gebeuren. Ze lopen terug. Kijk, dat moet. Verplicht, hè? Ik heb nog een keer gefloten. Is dat een man of een vrouw? Als het nou een knappe man is, ga ik ook nog even de zee in. Oh, ja. Nou, Bart luistert ook niet trouwens. Ik denk dat ik even in ga grijpen. Zo moeilijk is het ook niet om een fluitje te begrijpen. Maar ze blijven gewoon, hoor. Ja, en kijk, ze geeft het ook op. Ze geeft het op. Dan denk ik van, nou, die familie luistert niet. Mooi, hè, de zee, zo. Oh ja, kijk. He, er komt beweging in. Ze weten het al hoe ik hier mijn vlog open. Nou, dat gaat goed, hè? Het gaat helemaal vanzelf. We zijn heerlijk. Nou, we zijn eigenlijk alweer een tijdje terug. Maar ja, even lekker onder de douche geweest, zoals je ziet. Maar het zit allemaal voor geen meter, mijn haar en zo. Maar ja, lekker belangrijk. En al het zoutwater afgespoeld. En nu zijn we heerlijk aan het barbecuen, inderdaad. Eten! En eten, ja. Ik heb je mond vol. Hey. Dus, nou, dat smaakt. Smaakt het, schat? Ja, lekker hoor. Even kijken. Een glasje wijn erbij. Oh ja. Dan komt het helemaal zo om het weg te spoelen, zeker. Hè?
toch nog een leuke avond te hebben. Nou, schenk maar even bij dan. Nou, ik heb nog geen wijn op hier hoor. Dus het wordt hoog tijd dat ik even aan de drank ga. Jazeker, anders ga ik toch verleren. Nou, ik ga even lekker genieten van de barbecue. Is de hamburger al bijna klaar? Of, ja, bijna. Ja, duurt even. Nou, dan begin ik maar even aan mijn salade. Ja, en aan mijn stokbroodje. Nou, tot later. Komt goed. Morgen weer een nieuwe vlog. Morgen gaat het geloof ik regenen hier. Dus even gaan bedenken. Denk wat we gaan doen. Oh, kijk. Wat een... Het rookt een beetje. Maar maakt niet uit. Hartstikke gezellig hier. Tot later.